1996 was een bijzonder jaar voor volksband Dikke Mik. Zij brachten in dat jaar namelijk voor het eerst een eigen cd uit. Dikke Mik. Nou ja, Dikke Mik, dat is een uitdrukking voor gezelligheid en zo. Maar wij hebben dat vervat eigenlijk in een gedichtje waarvan de tekst op de tasje staat waar de cd in zit. Een Dikke Mik is een heel wit brood. Gert ze klein, gert ze groot. Met een mik waar ook een gevurkt een tak, waar een schone katapult in stak. En bij het voetballen tot de schrik, schubbelt ze me wel eens in mijn... Nou, niet allemaal tegelijk, hè. Maar dat betekent het ongeveer. Ja. De molensteen wordt juist gewild, dan kan hij sneller gaan. En al veel spoediger meel, het is even barre kan. En al veel spoediger meel, het is even barre kan. Hoe voelt het nu om een cd gemaakt te hebben? Prima. Hoe dat voelt? Ik vind dat prima voelen. Ik, hey, ik vind het wel gemengd, ja. Maar mijn gevoel is niet veranderd. Nou, ik weet dat het wat een moeite is geweest om de cd te maken. En het doet me dus heel veel dat goed hier is. Ja. Dat hij er is in goede doen. Het ken niet op. De grote straten van Den Bosch, die is voor een stad. Misschien waar ik het moest verlaten, om nergens geen scheidhuis kan. Nam mijn zakdoek in een steegje, die dormen de hoeven in. Rolde alles tot een deegje, stak het toen mijn zak weer in.